Dit programma is mede mogelijk gemaakt door De Lage Landen. Gaat het parcoursrecord van 2 uur, 5 minuten en 48 seconden eraan? Je ziet het in deze uitzending over de marathon van Eindhoven. Welkom bij deze speciale uitzending over de Marathon van Eindhoven. Een hardloopevenement met ruim 18.000 lopers en natuurlijk honderden duizend mensen langs de kant die vandaag genoten van top en van breedsport. En vanochtend begonnen natuurlijk allemaal met het hoofdnummer, 42 kilometer en een beetje, oftewel de Marathon van Eindhoven. Nou, het aftellen is begonnen. Klokslag 10 uur en het schot klinkt. Tola meteen voorop, die wil even zich ontworstelen uit de drukte. Dat er dadelijk een mooi groepje kan ontstaan. Nou ja, en hier dan het paspoort van de topfavoriet. De man die aangekondigd heeft 2 uur 4 te gaan lopen. Hij is van 31 oktober 1987. Dan is hij, als ik het heel snel uitreken, een jaartje of, nou Luc, zeg het maar. Ja, rond de 25 in de kracht van zijn leven. Ja. Een landgenoot van Tadesse Tola Sisai Yisa was donderdag ook bij de persconferentie. Een stuk bescheidener. Misschien ook wel terecht als je naar zijn persoonlijke record kijkt. 2 uur, 6 minuten en 27 seconden. Ook dit jaar gelopen in Parijs. Hier zien we de groep van Miranda Boonstra. Zij loopt natuurlijk een stukje achter de Ethiopiërs en de Kenianen. Ze is wel waarschijnlijk de beste Nederlandse vrouw. De topfavoriet om Nederlands kampioen hier te worden. Koen Rijmakers in zijn groepje. Hier zien we zijn paspoort. 2:10:35 liep hij in Rotterdam. Hij kondigde al aan dat hij bang is dat zijn vorm van Rotterdam vandaag niet aanwezig is. Maar hij lijkt wel favoriet nummer 1 om hier toch de Nederlandse titel te pakken. Ze is er vlak bij het 5 kilometer punt. Misschien wel daar bij die blauwe vlakken daar. De kilometer aanduidingen voor de hele marathon vind je aan de rechterkant van de weg. En die voor de halve in het rood aan de linkerkant. Ja, als we uitgaan van 2 uur en 5 minuten. Dan moeten ze hier rond 14:50 langskomen. Nou, daar zitten ze onder. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, ze zitten op schema. Op, nou wat zal het zijn, een lage 2 uur 5. Nou, Harm Seng is, je kan zeggen dat hij een fulltime amateur is. Dus, hij heeft een drukke baan, ik loop bij ASML. En daarnaast druk sociaal leven. Maar daarnaast doet hij alles voor zijn sport. En dan haalt hij er alles uit wat erin zit. En hij is ook compromisloos. Hij is natuurlijk geweldig ook voor de organisatie zelf. En ook hier, denk ik ook voor het publiek heel leuk dat... Dat er ook iemand is die lekker mee kan strijden. Ja, het 10 kilometer punt, interessant. 29, wat zal het zijn? 30, 29, 40. Ja, dan zitten ze op een tijd van 2 uur, 5 minuten en 10 seconden. Ja, heel constant, Luc. Ja, de laatste 5 kilometer hebben ze een 2 uur 59 per kilometer gelopen. Moet je me eens voorstellen, 3 minuten per kilometer is 20 kilometer per uur. Ja. Dat is lekker doorfietsen. Nou, dat vind ik een goed teken dat het tempo iets... Dat ze nou op een constant mooi tempo zitten van 2 uur 5. We zijn terug bij de snelste Nederlandse man, Koen Rijmakers. Loopt voorop, maar achter hem een heel leger Nederlandse en Belgische lopers die het hem misschien toch nog lastig gaan maken. Hij is als enige in een groep weggegaan die rond de 2:12 wil lopen. Daarachter een groep die een minuutje langzamer gepland heeft, maar die wel omvangrijker is. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ze een tactisch spelletje daar achter hem aan het spelen zijn. Dit is Patrick Stitzinger, nummer 109, met ook wat hazen om zich heen geformeerd. En zo wordt dat Nederlands kampioenschap toch nog heel interessant. Omdat Stitzinger inderdaad oogcontact heeft met Rijmakers. Dat verschil is niet zo heel groot. En hier zien we inderdaad gebeuren dat de groep Rijmakers wordt ingehaald door de groep Stitzinger. We komen halverwege, dat is interessant. Dan kunnen we eens echt serieus gaan kijken wat voor een tijd er mogelijk is.
Ja, dan hebben ze echt versneld. Want als ik kijk naar 1.250, dan is het weer een lage 2.05. Zitten ze dus op een parcoursrecord. Nou, hier ontbrandt zich dus de strijd om in ieder geval de NK-titel. Wie wordt er Nederlands kampioen marathon? Stitzinger en Rijmakers. Rijmakers had misschien even de illusie van, nou, Patrick is niet in goede doen vandaag. Ik kan, als ik een stabiel tempo aanhoud, hier de titel komen oprapen. Maar Stitzinger heeft of Rijmakers in de maling genomen, of kwam er vanochtend achter dat hij eigenlijk sneller kan lopen dan dat hij van plan was, dat hij gedacht had. Dan gaan we naar de kopgroep, want daar is wat tekening in de strijd. In die zin dat deze Sisay Yissa, Ethiopiër, het tempo niet kan bijbenen. Het tempo van de kopgroep, waar zijn landgenoot Tadese Tola onder andere in zit. De kopgroep die zoveel van plan is, die het parcoursrecord aan willen vallen. Die wellicht de 2 uur en 4 minuten willen gaan pakken. Maar we zien Luc, en misschien al iets te snel, dat die kopgroep die net nog behoorlijk omvangrijk was, dat die aardig aan het uitdunnen is. Ja. Ja, het is nou echt alsof je al op 30 kilometer zit, hè, in plaats van op 23. We hebben nu net de 25 kilometer doorkomst gehad. 1.14.11, dan ga ik weer het schemaboek opzoeken om te kijken waar dat toe kan leiden. Ja, het is verschoeiend hard gegaan de laatste ja, vijf. Ja, nu zitten ze weer op een hele lage 2.05. Koepje van Miranda met twee Ethiopische concurrentes. Ja, dit ziet er super ontspannen uit. Daar is alles onder controle. Wat zal er zijn? Nog een minuutje of 40, 41, misschien 42 minuten. En een van deze lopers zal dan als snelste over de finish komen. Hier bij het Stadhuisplein waar de finish is. En Luc, volgens mij is de marathon echt ontbrand. Ja, het is heel hectisch op dit moment. Dixon Juma met een PR van 2.7 loopt nou voor het groepje uit. Je zag net Peer Pullis in de buurt van de kopgroep met de motor. Die heeft misschien wat aanwijzingen gegeven. En gingen twee hazen ook versnellen en nu loopt hij hier voor de groep uit. En zo is het een man tegen man gevecht aan het worden, wat ook hoort. En ja, zie ik hier Tadese Tola toch wel op zijn tanden bijten om het tempo bij te houden. En ik vind het er niet goed uitzien. Nee, dit is geen marathon intensiteit. Dit lijkt meer op een half marathon intensiteit en dit gaan ze nooit trekken zo op die manier. Hij lijkt een paar meter toe te moeten geven, maar het is nog niet heel goed te zien. Koen moet afhaken, je had het goed gezien, Luc. Patrick Stitzinger heeft niet echt versneld, lijkt het. Maar het is meer dat Koen het tempo niet kan bijbenen. Stitzinger hier nu, de snelste Nederlander. 2.4.45 heeft Peer Pullis aan, de race director van Eindhoven, ja, met zijn duim omhoog, dat snap ik. Met nog 7 kilometer te gaan. Dixon Kiptola Chumba, zo heet deze atleet. 25 jaar, over 2 weken is hij jarig. Gold als een absolute outsider vandaag hier in Eindhoven. En we gaan nog even terug naar het Nederlands kampioenschap. Stitzinger, die, zoals het er nou uitziet, geen Rijmakers meer achter zich moet dulden. Ik heb het idee dat hij los is, Luc. Ja, en zijn coach daar rechts, die kijkt ook heel onrustig achterom. Voor die coach is het misschien nog wel spannender dan voor Patrick zelf. Ja, als we even van het parcoursrecord uitgaan, dan moet hij zeg maar 1.59.15 lopen. Dus dan moet hij binnen een halve minuut het 40 kilometer punt passeren. Hij kwam net langs in de vlag, maar ik weet niet zeker of daar een mat lag of niet. Ja, dat was het al. Dus nou, dan zit hij daar ruim onder. Dan zit hij toch nog steeds hoog 2-4, laag 2-5. Geen man tegen man gevecht. Het zit niet loeren aan elkaar. Hij heeft nog één doel en dat is zo snel mogelijk hier op het Stadhuisplein de finishstreep te bereiken. En dan kijken we naar het scorebord. Dan zien we welke tijd hij gelopen heeft. En dan kunnen we concluderen dat ze in Eindhoven elkaar weer de hand kunnen schudden. Dat het weer gelukt is om de marathon weer iets sneller te maken. En om de naam van de marathon van Eindhoven weer eveneens iets aansprekender te krijgen. Ja, dat is echt een droomserie die Eindhoven neerzet. Niet te geloven.
Dit is Tola, die op het Stralum Zeind is. Die gaat dus niet in de 2 uur 4. De toptijd gaat een 2 uur 5 worden. Dixon, Kitola, Chuma. Lange tijd liep hij samen met de kopgroep. Toen wij dachten van waarom blijft hij niet in de beschutting van die groep, ging hij zelf versnellen. Liep solo de laatste 15 kilometer en nu is hij aan de laatste meters bezig. 2 uur 5 minuten 48 seconden. Die tijd moet hij verbeteren. Gaat hem dat lukken? Nou, het wordt secondenwerk. Het wordt heel erg spannend. 44, 45, 46, 47. Nou, Luc, met 1 seconde wordt hier het parcoursrecord gepakt. Dat geeft aan dat er wat verval zat in het slot van deze magnifieke spannende wedstrijd. Maar dat hij het wel gepakt heeft. I am happy because I have run to best time. Recently I am not running under 2:05. Het was niks te managen, echt absoluut niet. Al vroeg een haast weg. Veel gaat in de groep, veel onrust. Een langgerekt veld, toch behoorlijk wat wind. Ja, ik kon weinig doen, behalve een beetje de groep proberen bij elkaar te houden. Maar het was een slagveld. Toch liep je nog heel lang op een schema van 2:04 hoog, 2:05 laag. Welk gevoel hou je nu over? Toch sneller? Ja, ik zei volgens mij vanochtend tegen je, onder de 2:06 ben ik tevreden. Als je sneller bent als je parcoursrecord, dan ja, fantastisch. En daar zien we Patrick, gevolgd door onze camera. Bekken trekkend, arm omhoog. Nou, chapeau, geweldig, prima prestatie. Patrick Stitsinger, zoals Luc Krotwaard het zei. Iemand die marathonloper aan het worden is, die schrijft toch persoonlijk geschiedenis door hier op deze 14 oktober Nederlands kampioen te worden. Hij wankelt op zijn benen, heeft absoluut zijn reserves aangesproken. Dat was op die laatste kilometer, die laatste meters ook duidelijk te zien. Patrick, Nederlands kampioen, proficiat. Hoe uitputtend was dit? Ja, mijn vorm was niet heel goed en was vrij zwaar qua wind op het laatste, maar de tijd is niet goed, maar ik heb mijn titel binnen, dus ik ben tevreden. Ik voelde me bij 40 nog redelijk goed, maar ik dacht die laatste kilometer, dat bleef maar duren. Ik zag wel een bocht 750, 500 en dacht, waar is die finish? En op het laatste veld ik daar gewoon doorheen. Dat was echt 200 meter te lang. Proficiat. Singer, proficiat inderdaad. Nederlands kampioen voor deze koerrijmakers die nou gaat finishen. Blijft nog wel onder de 2:20. Had zelf toch ingeschat dat hij een minuutje of 7 sneller kan. Dus wat dat betreft loopt Koen voor zichzelf een wat tegenvallende marathon. Had dat ook aangekondigd, was niet in de topvorm. Harm Sengers, ik denk dat wij hem nog niet in beeld krijgen. Daar hebben we hem. Handjes omhoog, juichen. Maar ja, bij hem ook twijfel. Ben ik derde Nederlander? Ben ik vierde Nederlander? Hij blijft onder de 2:25. Harm, je komt over de finish. 3 woorden. Wat een hel. Vertel. Ja, ik zie mijn ouders er staan. Ja, een soort verkoudheid. Het is zo kut. Ik liep, de hele energie liep helemaal leeg. Als ik niet derde lag, was ik al lang uitgestort. Zo slecht. Oh. Hij is 2 weken te laat, hoor. Ja, sorry, het is zo kut. Het is zo slecht. We gaan eer betonen aan Aberoume Mekouria uit Ethiopië. Zij is de snelste vrouw vandaag hier in Eindhoven. Zij gaat haar persoonlijk record met zo'n 3 minuten verbeteren. Zij wint de marathon van Eindhoven bij de vrouwen. 29 jaar is ze en daar gaat ze over de streep. 2:27:19. Dat is zo'n 3 minuten sneller dan dat ze ooit gedaan heeft. Daar zal ze dik tevreden mee zijn. Hadden we een Ethiopische winnaar bij de mannen verwacht. We krijgen hem bij de vrouwen. En ja, wat dan geen verrassing is, is dat deze vrouw waar we nu naar kijken, Miranda Boonstra, Nederlands kampioen bij de vrouwen gaat worden. Ze komt hier nu langs onze commentaarstudio. Dan heeft ze nog een kleine, nou het zal zijn, 100 meter naar de finish. En zij gaat een tijd onder de 2:30. Armpjes omhoog, zij is er tevreden mee. Geen toptijd, wel Nederlands kampioen. Daar was het haar om te doen. 2:28 en nog wat. Tweede vrouw totaal.
achter Mekuria uit Ethiopië. Nederlands kampioen hier was je om te doen, hè? Ja, en ook best een goede tijd. En het ging eigenlijk best heel erg goed. Ja, ik ben heel, heel blij. Vertel je verhaal eens van deze marathon. Ja, we liepen volgens mij een hele grote groep. En ik had haast tot 30. Die gingen toen uit en... sorry. Dat was net het punt dat we heel veel wind tegen hadden. Dus we hebben een beetje kop over kop wel gedaan, elkaar een beetje geholpen. En ik moest er op een gegeven moment van af. Ik weet niet meer wanneer, maar ik heb de meeste van die mannen wel weer ingehaald. Alleen de eerste dame niet, dat is wel jammer. Maar die was gewoon te sterk. Ja, u zag het, een nieuw parcoursrecord en twee mooie nationale kampioenen. Ja, na de toppers kwamen de amateurlopers in actie. Want wie denkt dat de marathon van Eindhoven alleen maar een wedstrijd is over 42 kilometer en een beetje, die heeft het mis. Want het is ook nog een mini-marathon, een cityrun en een halve marathon. De bal mag de groen niet raken. En als je de bal ziet aankomen, dan sla je hem in de lucht en hij moet boven het gebouw komen. Speciale voorbereiding gedaan. Ja, onder deskundige leiding van twee ervaren trainers. Hebben we een anderhalve maand hebben we twee keer in de week gegeven. Ben je zenuwachtig? Nou, niet een beetje. Nee? Niet echt. Heb je vaker gedaan dit? Na één keer. Dit wordt mijn tweede. Oeh, dit wordt rennen. Inhalen. Nossa, nossa, assim você me mata. Dit is nodig, hè? Absoluut. Heel erg. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada. Een aantal jaren al wil jij hier die City Run winnen? Ja. Al 2 jaar gewonnen, dus ik hoop dit jaar toch ook nog op de top 3. We hebben goed getraind, dus. Daar gaat die finishen. De eerste man, hier komt hij aan. Kijk eens, 2 handen in de lucht. Schitterend. Het was best zwaar. Bij de start was het nog wat drukte zo. Maar toen eenmaal terug in de stad met al de massavolk loop je op hol als je dan op eerst loopt. Dus het ging heel goed. Uw applaus voor deze man. Het is niet gelukt om weer te winnen. Nee, het was zwaar. Het was te sterk, de concurrentie. Al willen weten hoe het is om een halve marathon te lopen, maar ben je toch eigenlijk een beetje te lui om van die bank af te komen? Daar hebben wij een oplossing voor, want Maaike die gaat de halve marathon lopen en dat doe je ook nog met camera, vertel. Ja, klopt ja. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, ik vind het lopen op zich al best wel heftig, maar ik krijg een tuigje om me, zeg maar, om mijn borst en om mijn schouders. Die komt hier te hangen en dat laat zien, zeg maar, hoe het begin is. Dus als je begint in zo'n enorme mensenmassa en hoe je vervolgens door straat om zijn komt en natuurlijk de finish. Ik moet er ook nog een slag bij doen, dus ik moet nog gaan praten ook. Ik weet niet of dat echt gaat lukken, maar je ziet in ieder geval wel hoe het is om door die mensenmassa te lopen die je allemaal aanmoedigen. Ja, dat moet denk ik heel mooi beeld gaan geven. En hier hoor je zo meteen een piepje. Oké, jongens, daar gaan we. We zijn vertrokken. Wat is allemaal spannend. Nou, het is 13:34. Dus op zich lekker op tijd vertrokken, zou ik zeggen. Yeah!
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Ja, zeker. Dommelstraat. 15 uur 18. Nou, finish is in zicht. Uw mannen zei u, uw mannen, onze mannen. Oh. Mijn collega Michael, hoe gaat het? Want je ziet er heel pips uit. Ja, dat vind ik wel een beetje pips, moet ik zeggen. Het was het laatste stuk echt zwaar. Ik wilde naar PSR harder lopen, dus ik ben echt als een gek gegaan. Daar heb ik 2,5 minuut ingelopen op mijn tijd vorig jaar. Ja, het was gewoon zwaar en koud nu. Maar ja, eigenlijk verder was het gewoon heerlijk, want het weer was gewoon super. Het zonnetje scheen lekker. Dus dat heeft wel geholpen, maar ja, die laatste kilometers is altijd zwaar. Maaike de Jong, tevreden met haar einduitslag, met haar tijd natuurlijk. Maaike was een van de duizenden recreanten die meedeed aan de halve marathon. En dat is ook veruit het populairste loopnummer. En dat levert natuurlijk hele mooie plaatjes op. Hoe gaat het? Hartstikke goed. Ik ben 2 minuten sneller dan vorig jaar. Dus ik mag het hebben. Echt waar. De laatste loodjes, meneer. Ja. Wat is er aan de hand? De benen zijn een beetje zwaar. Eerste keer? Rotterdam ook gelopen. Hier de eerste. Sterkte! Hoe gaat het met je? Voorzichtig, hè? Heren, dit gaat goed. Dit gaat fantastisch. Daar zijn de helden. Hè? Jullie zitten echt bij de verkeerde. Daar zijn de helden. Wanneer wordt u een held? Ik was het vorig jaar met de 3 kilometer. De 5 is dit jaar mislukt. Dus volgend jaar de 5. Wat is er aan de hand, meneer? Ik was al een tijdje geleden uitgestapt bij de 30. Kijken of ik last van mijn knie had. Ik heb het zo naar mijn zin. Pilsje erbij, hè? Ik heb meegelopen ook. Ja. Met de 5 kilometer. Voor wie zijn die prachtige gladiolen? Voor die meneer daar. Want? Want hij heeft de marathon gelopen voor het eerst in zijn leven. Zo, voor het eerst in je leven de marathon gedaan. De eerste keer en de laatste keer. Dus niet zo goed bevallen? Ja, super bevallen. Super bevallen. Maar ja, je moet op het hoogtepunt stoppen, zeggen ze wel eens, hè? En dit was mijn hoogtepunt. Mag ik nou nog zien wat jullie zo even gedaan hebben toen hij over de finish kwam? Jazeker. Proficiat, schat. Ja. Ja, de laatste loper van de hele marathon. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Ik ben Henny Valks uit Stratum. En het leukste is, 30 jaar geleden, in 1982, toen liep ik mijn eerste marathon hier in Eindhoven. En toen was ik ook al laatste. Doet het pijn, meneer? Nee, alleen een beetje versleten knieën, maar voor de rest ieder jaar weer terug in Eindhoven. Waarom? Omdat ik het heel leuk vind. Ja, echt. Is deze mooier dan andere steden? Nou, zoveel volk langs de weg. Op zijn Brabant, ja. Het zweet loopt nu in mijn ogen. Dat is niet erg, kan je lekker eraf halen. Heb je een goede tijd gelopen? Ik heb hem voor het eerst in 3 jaar weer beneden de 2 uur gelopen. Dus dan ben ik heel tevreden. In mijn beste tijd ooit als 1.30, nou dat kan ik vergeten. Maar de laatste jaar was het iedere keer 2 uur 6, 2 uur 7. En nu is net op tijd 1.58. Dus daar ben ik heel content mee. Mevrouw, de finish is daar, 100 meter. Zullen we gaan hollen? Ja, is goed. Is de halve marathon voor bedoeld, hè? Ja, dat is waar. Kom op, zet hem op, 1, 2, 3. Ik heb niet getraind, dat is een beetje het probleem. Ja, dan valt het tegen, denk ik, hè? Ja, maar ja, iemand, kijk, ik heet ook geen Tim. Maar die was geblesseerd, dus toen moest jij maar. Ja. Ik denk niet als ik jou zie, dat is nou echt een fanatieke hardloper. Nee, natuurlijk niet. Ik doe van plezier. Ja? En hoe bereid jij je dan voor? Zat ik s'avonds in de kroeg. Weet je niet. Ja, serieus. Gisteren ook nog? Ja, gisteren ook. Och, jawel, waarom niet? En dan is het gewoon even pinten en vandaag knallen? Ja. Is dat dan puur karakter? Ja. Ik hoef eigenlijk niet te vragen wat je dadelijk gaat doen. Een bier, denk ik. Ja, niet meer Ruud van Doetelaar, want die is beter. Ja, met een vrije val. Je bent binnen. Op de vierde plaats van Pinkwoldiendorp. Oh, praat je wel Nederlands? Met een achterstand van 3,5 Dan zeggen we gewoon niks. We don't speak with each other. No, don't speak English. Japanese only.
I don't know. Bye bye. Het zit erop. Het was een hele mooie dag hier in Eindhoven. Met heel veel persoonlijke records en persoonlijke doelstellingen die natuurlijk zijn gehaald. Wil je nou meer zien van die marathon? Dan kijk even op onze site omroepbrabant.nl/marathon. Bedankt voor het kijken. Dag. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Marathon Eindhoven.